Zo, en dan starten we de prezi. Welkom, de eerste pauzepresentatie van In het Dierlab. De bedoeling is dat ik dit in ieder geval elke twee weken ga doen. En het kan ook voorkomen, daar hopen we op, dat ook docenten die zeg maar met ons een project aangaan binnen het Dierlab, dat ook gaan doen. We krijgen korte pauzepresentaties. Er komen ook nog wat langere sessies. Die kunnen dan 2 à 3 uur duren. Dat bijvoorbeeld ook een leverancier hier langskomt met bepaalde hardware. Zoals we daar een smart table hebben staan of software of wat dan ook. En de bedoeling is in mei volgend jaar een congres te organiseren vanuit het Dierlab. Kijken wat we allemaal kunnen presenteren op het gebied van innovatie in het onderwijs hier. Oké, ik ga dit dus ook nu live uitzenden via Ustream. Ik vertel net al van niet optimaal, zeker als ik dadelijk overstap op het schermbeeld, zoals jullie dat hier zien. Want nu ben ik ook in beeld via de webcam. Maar ik denk experimenteren is ook af en toe je nek uitsteken en ook voor het niet al te optimale gaan. Ik denk dan aan het werk van een evolutie of eigen biochemicus, Jacques Monod, die noemt evolutie ook tinkering. Het is een beetje knutselen. Maar evolutie levert de meest prachtige dingen op, heeft opgeleverd. Dus daar ga ik ook voor. Welkom. Oké, Prezi is nu, of Prezi, of je kunt op allerlei manieren uitspreken, het is allemaal goedgekeurd, is nu het onderwerp. Ik ga dus even overschakelen naar het beeldscherm. Nu ben ik dus niet meer in beeld. Hi, hi. Welkom. Dank. Als er nog wat koffie of thee is, dan kun je nog pakken. Ja, oké. Okay. Prezi, nogal een PowerPoint killer wordt het wel eens genoemd. Is het dat? Ik denk dat je zult altijd mensen hebben die voorkeur hebben voor PowerPoint en voor Prezi, afhankelijk van ook de omstandigheden en wat wil je eigenlijk ermee bereiken. Het kan je wel af en toe een heel verrassend beeld geven, Prezi. Je denkt een moment naar een landkaartje kijken en het klopt ook wel, het is een tattoo die op een arm staat. Hiermee krijg je ook meteen het beeld van wat Prezi doet in feite. Het is heel veel bewegen en in- en uitzoomen. Anders dan de slides van PowerPoint. Ik kan nog verder uitzoomen en dan komt mijn favoriete metafoor naar voren, de speeltuin. Zo zie ik het ook, Prezi biedt je ook een heel groot canvas, een heel groot gebied waarop je allerlei dingen kunt gaan doen, plaatsen en dat zal ik zo nog verder laten zien. Een punt wat vaak bij Prezi is, wordt genoemd en eerlijk gezegd, zo had ik het in de beginsel ook wel opgepakt, is dat je in tegenstelling tot PowerPoint niet lineair kunt werken. En ik weet niet precies, ik denk 1,5 jaar geleden schreef ik een blogpostje op ShareSite. Waarin ik ook zei van ik ben op zoek naar een niet-lineaire presentatievorm. En wat bedoel ik er in feite mee? Dat je eigenlijk de gebruiker zelf een beetje weg kunt laten zoeken door een presentatie. Hoe vaak vragen studenten en mensen die sowieso een presentatie bezoeken niet van en komt de PowerPoint nog beschikbaar? En ik denk heel vaak van en wat heb je daaraan? Want je hebt toch ook de verteller nodig vaak bij een goede presentatie. Of je moet een presentatie hebben die boordevol met tekst staat, waarbij dan de presentator ook zo, ja en dan hebben we de punten en dan hebben we de punten, die staat dat gewoon voor te lezen. Nou, daar krijg ik heel erg meteen van, dat wil ik niet meemaken. Maar ik denk, als je dat dus niet hebt, dat soort presentatie, wat heb je daaraan? Nou, met Prezi kun je daar wel een stapje in die richting komen. Oh, ik moet hier klikken. Het lineaire werken kan ook in Prezi. En in feite is ook niet zo raar, want elk verhaal wat je vertelt is in feite lineair. Nu zullen mensen die vaak met mij praten zeggen van, nou bij jou gaat dat niet helemaal op, want ik spring van hak op de tak en ga alle kanten op. Associatief denken, maar hoe dan ook, het gaat nog steeds lineair in de tijd. Maar ik heb hier bijvoorbeeld de tijdlijn. En je ziet in Prezi kan ik daar gewoon stap voor stap via een pad, waar we straks over hebben, doorheen gaan. Dus in die zin is het lineair. Alleen ik heb de mogelijkheid, ik zit nu op zeg maar deze slide, om even een PowerPoint term te spreken, ik heb de mogelijkheid via mijn scroll en de zoom mogelijkheid om elk moment eruit te stappen en weer even te zeggen van jongens,
Hier ging het om, hè? Dit was het totaalbeeld. Zeker als je merkt aan de groep van, ik ben ze even kwijt, de focus ligt nou daar, van wat was ook weer het totaalbeeld. Kan ik heel snel switchen, dat kan in PowerPoint veel moeilijker. Je bent altijd gebonden aan die aparte slides. Ik kan nu gewoon weer op de druk op de knop doorgaan en ik kom nu op een ander leuk punt, wat ik vind. Dit terrein is het terrein van de metaforen. Prezivink geeft ook vanwege zijn creatievere manier van werken veel meer mogelijkheden om in metaforen te werken. En een heel mooi voorbeeld vind ik het werk van Maria Anderson. Zij is docent wiskunde aan de Muskegon Community College. En zij maakt prachtige prezies. En ook wel van een heel speciaal karakter. En ze gebruikt daarvoor een tekenaar met. En zij maakt dus, zij stelt gewoon een soort script op, denk ik dan. En zegt met van maak er even een leuke tekening bij. En dan krijg je dit soort plaatjes. Het gaat over de toekomst van het, in dit geval ook het onderwijs in het algemeen. En hier zit dus een heel pad doorheen. Waar je erheen kunt wandelen, ik heb er even een paar punten uitgehaald, waar zij dan op inzoomt en verder de inhoud laat zien. Dit soort metaforen, en dit soort tekeningen, dit soort hele opbouw van prezi-achtige dingen. Kijk, je ziet hier plaatjes, video's, zit er van alles zit erin. Biedt dus wel weer die mogelijkheid dat je een prezi aanbiedt aan je studenten en zegt van nou hier heb je... totaalpakket. Ik vind het af en toe heel ver gaan. Bijna letterlijk staan er alle woorden in die je bijna de presentator hoort uitspreken. En ik ben juist de laatste jaren veel meer gegaan naar PowerPoints waarbij ik zo min mogelijk woorden erop zet, alleen maar plaatjes erin zet. Ik doe het verhaal, niet de PowerPoint. Dan gaan we even naar dit plekje, want dan komen we ook op het punt van de concepten, modellen die makkelijk te presenteren zijn. Dit is even sector PLE, Personal Learning Environment. Dat is dan het termconcept wat hier bekend is bij mensen. Welkom, het is drukker dan ik verwacht had. Geweldig. Nee, dit ben ik niet. Dan zet maar even de deur open. Kan ook. Personal Learning Environment, ik vind het een erg boeiend fenomeen wat opkomt, zeker in Amerika. Waarbij je ziet dat niet een onderwijsinstelling de leeromgeving schept, maar de lerende zelf de leeromgeving maakt. Nou, dan heb je dit model. Dit is iemand, een model die iemand zelf heeft samengesteld. Dit is mijn leeromgeving, zegt hij. Kijk, en dan kun je in Prezi kun je heel makkelijk op allerlei onderdelen dan inzoomen en dat verder gaan bespreken. Dat kun je nog verder natuurlijk opvullen met afbeeldingen, met video, wat dan ook. En hier heb je dan een ander model waarbij het ook nog gekoppeld wordt aan de Personal Learning Network. Mijn verwachting is dat we die kant op gaan. Daar moet je in de gaten houden vanuit onderwijs. Als ik daar meer materiaal van wil aanbieden, als docent zijnde, dan kan ik daar, wat ik maar even noem, een multimediale reader van maken. Dan kom je wel op dat idee dat je een PowerPoint kunt maken, of in dit geval een prezi die je een student kunt meegeven. Zo van hier zit dus heel veel materiaal in. En het is ook heel simpel te maken. Het is echt low-tech en daar vind ik ook een voordeel hebben. Ik heb bijvoorbeeld een PDF erin geladen. Een artikel wat gaat over PLE. En dat komt in feite als je dat inlaat in een prezi, een PDF, dat komt allemaal in losse pagina's erin. Kun je zelf gaan plaatsen zoals je wil. En daarheen daar kun je weer een pad doorheen leiden, waarbij dus de lezer er doorheen loopt. Is het nog niet helemaal duidelijk, dan pakt hij weer zijn scroll en daar gaat hij ze inzoomen en dan komt het beter in beeld. Pijltjes toets en ik ga weer door in het pad. Nou, in dit geval heb ik drie elementen genomen even om te laten zien. En dan ga ik over. Welcome to my personal learning environment. I've been practicing networked learning in my 7th grade science class. I spent some time at the beginning of the year learning how to find information online and how to pull it all together on a personal page. As you can see, there's lots of stuff here. Some things, like my Facebook account and the blocks across the top, are not for school. I organized all my schoolwork along the bottom row. Zo, bedankt. Prachtig filmpje. 7th grade, Amerika. Volgens mij zit dat ergens tussen 10 en 12 jaar oud.
heeft haar eigen leeromgeving gemaakt, hè? Die eigen DLO, eigen Blackboard. Die zegt van daar en daarboven staan dus mijn persoonlijke dingetjes en hieronder staat alles wat met mijn school te maken heeft. Hè? De agenda, de blog van haar docent. Dan weet ze elke ochtend wat moet ik doen. En dan zegt ze ook van als ik daar geen zin in heb, dan ga ik dus dat doen, want ik ben met het project bezig. Dus dan pak ik die dingen aan. En ik denk van, ik vind het een hele, hele leuke ontwikkeling. Nu ben ik weer even terug naar het totaal, want even kijken altijd naar de tijd. Dat is heel mooi gepland. Ik ga nu even naar een stukje van de speeltuin waar we wat dingen kunnen gaan introduceren, wat dingen kunnen laten zien. Ik was nu dus zeg maar in de presentatiemodus. Ik kan daaruit gaan. En dan kan ik jullie wat laten zien hoe dat je dingen aanpakt. Bijvoorbeeld waar je altijd mee begint. Ik heb laatst ook een basiscursus PowerPoint gegeven. Hoe zet je tekst in de PowerPoint? Er is nog steeds vraag naar. Dit is, zeg maar, zijn de knoppen waarmee je alle handelingen uitvoert. En hij staat altijd standaard op deze grote knop, Write. En op het moment dat ik ver genoeg inzoom, dan wordt dit een beetje bleek. En dan heb ik hier dus een cursor en dan kan ik gewoon tekst inzetten. En die tekst kan ik bepaalde kleur geven. En dan zeg ik oké, en dan staat daar een stukje tekst in. Die tekst kan ik verplaatsen, ik kan die tekst draaien. Ze noemen dit de zebra, vanwege de strepen. Ik kan die tekst ook vergroten. Ik kan eventueel nog hierheen gaan en weer zeggen van nou toch maar een rood kleurtje. Ze hebben zelfs van gemaakt later bij, als je hier nou even enter geeft en ik zet hier nog een tekst. Stel dat je toch met bullet points wil werken. Dat was eerst helemaal niet impressie, maar ja, er is toch te veel vraag naar bullet points. Oké. Zo simpel is in de plaats van de tekst. En je ziet, je kunt flink inzoomen en uitzoomen. Ik kan zelfs ver inzoomen en dat wordt dan vaak... ik zit al aardig diep. Maar vaak zetten ze dan nog teksten in de teksten, gewoon als te verbergen. Nou, hieromheen zit nu wat je noemt een frame. En dit is een vierkant frame. Dit is een mooie nieuwe toepassing. Dit bestond een paar maanden geleden nog niet. Als ik... Ik stel voor, ik wil dit verplaatsen en ik wil deze verplaatsen, dan deed ik vaak shift-klik. En dat gaf mij de mogelijkheid om allebei te verplaatsen. Nu kan ik gewoon zeggen van, weet je wat, ik gooi het in het frame. En nu verplaats ik beide. Dus frames worden ook hele mooie containers waarmee ik snel opmaak kan maken. Frames geven ook de mogelijkheid, waar we later dadelijk even op ingaan, om het pad mee te maken. Van wat wil je in beeld krijgen, hoe groot deel wil ik in beeld krijgen. Nou, frames zitten hier en je hebt diverse. Je ziet hier al een rondje, je ziet hier de vierkante haakjes en een vierkantje. En je ziet ook de hidden frame. Dat kan ik hier wel even laten zien, die ziet er zo uit. En op het moment dat ik in presentatiemodus ga, dan zie je die hidden frame niet meer. En daarmee kun je dus bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld in die PDF, kan ik dan toch in het pad opnemen, hè, dat het vergroot wordt weergegeven. Nou, dan komen we op de leukere dingen. Afbeelding inplaatsen. Insert, uiteraard, en dan image. Select files. En dan vind ik deze wel leuk. Ik zeg open en gaat het laden. Even naar de voorkant brengen. Je ziet, ik selecteer hem en ik klik hier rechts en ik kan dan zeggen bring to front. Zet je bovenaan, ik kan hem vergroten. Is iemand die dit stuk kent? Het grote glasraam van Marcel Duchamp. En mijn favoriete 20e eeuwse kunstenaar moet ik zeggen. Prachtig kunstwerk. Maar zo kan ik dus een plaatje plaatsen. Ook deze kan ik uiteraard weer alle kanten opzetten. En vergroten en verkleinen. YouTube video's, echt heel simpel. Daar zijn ze echt op ingesteld. Insert, YouTube. En dan heb ik hier even een tekstbestandje met een linkje erin. Die plak ik hierin. Insert. En daar zit de video. Wel van belang dus dat je hierbij online bent.
Want hij heeft gewoon een linkje naar de YouTube en die moet hem wel kunnen laden. Zo kan ik het verplaatsen weer. Ik kan het ook weer vergroten en verkleinen. Nou, laat ik het even vergroten. En naar voren sturen. Kun je dit YouTube-filmpje... Hi. Oh, sorry. Kun je dit YouTube-filmpje ook vanaf de iPad spelen? Met de Crazy View? Ja, ik kan de zaak even laten zien. Ja. Let me introduce Anna. She's working on a very Ik zet even wat harder. To invite the others to Prezi meeting, Anna just needs to send them a... Ik zal hem heel veel kort laten zien, maar dit gaat over Prezi meeting. Je kunt ook in Prezi met meerdere mensen tegelijkertijd werken. Dus dat betekent dat je met meerdere mensen tegelijkertijd een Prezi kunt samenstellen, maar je kunt natuurlijk ook hele leuke dingen doen online. Bijvoorbeeld een brainstorm houden. Je gaat allemaal maar teksten en plaatjes invoegen en maak er maar één document van op afstand. Maar je kunt ook met z'n drieën één presentatie maken? Ja. En dan zit je met drie laptops en één product? Ja, of en de ene zit in Amsterdam en de andere zit in Delhi en jij zit hier. Dat kan. Ik heb vorige week gedaan met een aantal docenten die hier waren voor een training en het werkt geweldig. Altijd de eerste speelmomenten, hè, de eerste 20 minuten moet je altijd rekenen, moeten mensen gaan verkennen. Van, ja. Je ziet ook allemaal avatars rond daar, van die poppetjes. Wie is wie en wie ben jij nou en waar ben jij? Oké, okay. Nou, deze gaan we even heel klein maken. Zo, videobestand kan ook. Maar daar heb je wat, ja, dus kost wat meer werk wel, ook het bestand voorbereiden. In dit geval ga je via file. En dan kies je, laat ik me even een korte nemen. Die niet. Deze wel. Je ziet, ik heb MP4. Je kunt AVI, MPEG-2, MPEG-4 kun je erin gooien. Meer formaat, WMV. Alleen FLV, flash video. Laat het snelst, dus dat laat ik nu even zien, want dan zitten we hier even een paar minuten te wachten tot de dingen verwerkt worden. Maar hij hapt best veel. Zo heel kort vind ik het al een leuke vraag, wat weten studenten? Maar wat weten ze over de Raad van Europa? Dat is eigenlijk de vraag. Erik, worden filmpjes bestanden geïntegreerd in de presentatie? Of ja. Haalt je ze steeds een snelkoppeling en je krijgt dan een heel groot bestand? Ja, in dit geval krijg je een groot bestand, want dit, hier, nu wordt er inderdaad geïntegreerd. Dus dat kan ik nou weer laten zien. En spelen. Weet jij wat de Raad van Europa is? Letterlijk gezegd, nee. Nee, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ze hebben allemaal geen idee. Oké. Okay. Dus nu is deze gewoon geïntegreerd in, het, in de Prezi. Oké, okay, zet ik ook maar even opzij. Dan hebben we nog het PDF-bestand. Insert, ook via file. En ik heb hier een PDF-bestand. Zoals de titel aangeeft, gemaakt vanuit Word. En daar is die. Als jij even weggaat, delete. Deze ga ik even wat groter maken. Ik heb even wat voorbeelden erin gezet. Ook even naar voren brengen, dan zie je het duidelijker. Je kunt een plaatje inzetten, je kunt tekst inzetten, een tabel werkt gewoon, een grafiek werkt gewoon. Dus je kunt de complete reader in kwijt. Vind ik wel een heel leuk idee om zo heel snel, simpel een multimediale reader te maken. Die inderdaad via een Prezi, gratis Prezi app ook op de iPad werkt. Ik zal hem even openmaken, anders denk je dat het een Moleskine boekje is, maar het is een iPad. En dat vind ik wel een leuke toepassing, moet ik zeggen, voor... Loop maar even weg. Oké, okay, dan hebben we nog hieronder Drawing and Shapes. Ook weer met Insert heb je hier Shapes. En dat betekent dat je inderdaad een driehoekje erin kunt zetten. Die je ook van kleur kunt laten veranderen. Zelfs van vorm. Je kunt er complete tekeningen mee opbouwen. Wat je ook nog voor shape hebt is een highlighter. Daar kun je ook mee werken of vrij tekenen. Pijl.
toch vaak gebruikt. En tegenwoordig hebben ze de mogelijkheid om ook wat meer creatief om te gaan met de pijl. Maar van alleen maar recht. De drawing, dan moet jij weer even weg. Kijk, op een gegeven moment komen dingen toch allemaal in de weg te staan. De drawing, dat is ook wel een aardige toepassing. Of, sorry, ik zit fout. Hier zo. ID is altijd leuk. In feite zijn dit allemaal van die tekenelementjes die ze bij elkaar hebben gevoegd, al een soort templates. En nou, het is leuk om een keer naar te kijken, denk ik dan, en om ideeën mee op te doen. Van zo zou ik het ook kunnen gaan opzetten. In dit geval zeker met ID's. Maar als je dan je wil een organisatiekaart hebben of een proces in beeld brengen, piramide, deze. Dan ben ik al uit, dan pak ik de andere. Dan krijg je in ieder geval meer mogelijkheden om mee te gaan werken. Dan wordt het erg druk hier. Zo. Als laatste het pad. Of als voorlaatste het pad. Ja, hij valt nu even weg. Het wordt te druk daar, dus ik moet even terug dan naar... Je krijgt eigenlijk een soort voorgebakken tekening. Bij de hier bij deze. Een soort drawing. En kijk, echt tekenen, als je dat bedoelt, van je wil echt vrij tekenen, dan moet je bij shapes deze pakken. En kijk, en dan krijg je echt een tekenelement. Ja, dus, ja. Dus noem het een drawing. Nou, dus hier, ik heb het flink druk gemaakt. Even wat elementen weghalen hier. Het pad nog. Het pad is ook erg interessant, want dat leidt je dus door het verhaal heen. Dat zag je in het begin. En dit is een hele mooie nieuwe optie die pas bij is gekomen in Prezi. Dat je inderdaad alle onderdelen van je pad in beeld krijgt. En daarin ook kunt gaan schuiven. Ik heb hier nu, eerst komt dat totaaloverzicht van die tijdbalk en daarna pak ik een element eruit. Ik kan ook dat hier neerzetten. Een paar maanden geleden was dat een hele toestand. Je ziet hier al die nummertjes, dat zijn alle padonderdelen. En als je eerst een stukje tussen wilde voegen, het kon wel, dan pak je hier een bolletje. Kijk, ik heb te veel. En dat trek je naar een ander gebied toe. En dan kon je dat pakken, maar soms dan ging het, nou krijg je allemaal elementen erbij. Vaak moest ik dan zeg maar de hele pad weggooien en opnieuw beginnen. Want dan werd het ondoorzichtig. Nu kan ik gewoon inderdaad elementen oppakken. Ik kan het ook makkelijk weggooien. Hoppakee. En elementen verschuiven. Echt heel erg simpel. Nou, dan had ik nog een paar stukjes die ik even in beeld wil brengen. Ik weet dat daar ook vraag naar is. Even uit beeld. En inzoomen. Het downloaden. Want niet iedereen vertrouwt altijd het netwerk. Ik weet niet of er nog heel veel tussen de oren zit, of dat waar is. Soms kan het inderdaad fout gaan, techniek gaat wel eens fout. Dat heb je. Maar ook een PC kun je downloaden. En dat betekent dat je hem offline kunt gebruiken. En dat, je hebt diverse accounts. Je hebt een gratis account. Iedereen gaat dadelijk meteen een gratis account maken, hoop ik. Daar kun je mee gaan spelen. En dan kun je ook al downloaden. Je hebt ook betaalde accounts. En als je in het onderwijs zit, heb je geluk, want dan krijg je de beste kwaliteit voor middelmatige prijs, $59 per jaar voor de pro-versie, de premium pro-versie. Dus dan krijg je ongeveer 50% korting. Maar ook even hier niet zien, was dat met de gratis versie? Ik heb een pro-versie, maar dat zit ook allemaal in de gratis versie. Wat krijg je met de pro-versie? Meer opslagruimte voor je presentatie die je aanmaakt. Dus je hoeft minder snel dingen weg te gooien die je online gemaakt hebt. Om te vervangen door weer de volgende Prezi. En je krijgt de mogelijkheid om een desktop applicatie te installeren. Die kun je downloaden en dan kun je dus gewoon offline kun je Prezi in elkaar gaan zetten. Dus dat downloaden, dat kan echt handig. Ik zal er even nu uitgaan. En dan zie je gewoon de knop download.
Kijk, dit doe je voor de pro-user, dus de betaalde versie. En dan zeg je gewoon download. En dan krijg je een pakketje, een zipbestand, een ingepakt bestand. Waarin zit een flash filmpje. Een SWF-file heet dat dan. En twee mappen. Nou, als je dat bij elkaar houdt en gewoon dat filmpje opstart, dan draait je overal. Zoals je hem ook online ziet. Echt geen punt. Je ziet hier trouwens nog de meeting, edit together. Daar kun je mensen uitnodigen. Kan het even doen. Dan zie je, je krijgt een linkje. Die stuur je op naar de mensen die je bij wil betrekken en zijn binnen. Hebben die anderen geen account, dan moeten ze wel even een account maken. Dat gaat echt heel snel. Stel dat je een keer wilt doen tijdens een les. Je hoeft er niet voor naar je mail om te activeren. Je klopt gewoon je gegevens in en je bent online in Prezi. Oké, dan hadden we nog het delen. Peter gaf ook al aan via je iPad. Stel dat je zo'n multimediale reader maakt, om het zo te zeggen. Nou, op de iPad, ik kan nou niet helaas een beeld zien. We moeten toch een keer een HDMI-schermpje hebben. Maar je hebt de omgeving in de iPad. En dan kun je in je eigen account, kun je dan die Prezi laden. Dat betekent wel dat de Prezi die je maakt, kijk, ik heb een private, dus niemand anders ziet hem. Als ik dit openklap, dan moet ik dit aanvinken, public en allow copy. En dat betekent dat elke student die dan langskomt, die laat je dan naar die Prezi gaan en die maakt een kopie naar zijn eigen omgeving. En dan kan je hem ook gewoon bekijken met de gratis app van Prezi. Want als ik ook even naar mijn Prezi's ga, als het goed is, dan heb ik hier wel in zitten. Ik moet hier toch wel. Kijk, hier heb ik een kopie. Iemand heeft die gewoon beschikbaar gesteld om te kunnen kopiëren. En ik kan hem gewoon naar mijn omgeving omverzetten. Ik kan hem zelfs openen. En gaan bewerken. En dus hergebruiken. Dat vind ik wel heel apart, hè? Dat hergebruiken zo makkelijk wordt gemaakt. Dit is dus een Prezi die ik niet heb gemaakt. Maar die ik wel nu mag hergebruiken. Oké, gezien de tijd, ben ik al overheen, toch nog, vragen verder. Het is een hele kort overzicht. Ik denk, gezien de opkomst, wat ik prachtig vind, dat er aardig wat vraag naar is. Vragen over zijn over Prezi, belangstelling voor is. Dus ik denk dat het tijd wordt om een keer een goede workshop in elkaar te gaan draaien ervoor. Die wat langer duurt, dan ben je echt ook aan de gang kunt gaan ermee. Want naar kijken, dat is wat anders dan doen. Maar ik zie er wel mogelijkheden voor. En wat denken jullie van de mediale reader, als ik vooral docenten aankijk? Wat is het product van de mediale reader? Dan zou je dus een Prezi krijgen waarin jij je pdf, zeg maar je reader zet, video kunt plaatsen eromheen wat erbij hoort, afbeeldingen, grafieken. Nou, noem maar op. Je kunt er ook wel audio inzetten, dat is wel met een omweggetje. Audio moet je op dit moment nog verstoppen in, zeg maar, in, of verstoppen, dat klinkt zo. Moet je nog stoppen in een videobestand. Want hij levert nog geen eigen audiokanaal op. Maar je kunt dus inderdaad op allerlei manieren dan informatie tot de student brengen. Meer dan een reader, dus meer dan papieren reader. En die mogelijkheden heb je ook al gaandeweg steeds meer naar de e-book richting. Maar die workflow is veel langer, nog op dit moment nog. Ja, ik denk dat het presenteren aan studenten interessant is, maar juist ook hun aan de slag zetten in hun eigen belevingswereld nog veel interessanter zou kunnen blijken. Ja. En als je zegt, jongens, ik snap dat nog allemaal niet, maar laat jullie gaan eens even zien over dit onderwerp. En dan gaan we volgende week aan elkaar presenteren. Je hebt 5 minuten voor je presentatie. Gaan we eens kijken. 3 weken geleden heb ik een blogpostje geschreven over, in feite was ook de vraag van, hoe 2011 ben jij nu in het onderwijs? En een van de vragen uit die checklist was van, produceren jouw studenten meer content dan jij? Dan is het antwoord ja. Dat sluit daar al bij aan. Je zit gewoon de studenten aan het werk om dat soort dingen bij elkaar te zetten. Dat verdiept veel meer de kennis dan aanhoren en bekijken. En zeker met video kun je echt heel veel doen.
We hebben goede bronnen, academia.nl. Ik weet dat YouTube heel veel gebruikt wordt. Er staat ook heel erg wat in. Dus mogelijkheden zijn er. En je hebt nog veel meer tools, dus ik, daar wil ik ook even gebruik van maken. Hebben mensen nog een beetje suggesties hier voor wat je nog hier zou willen horen? Onderwerpen. Nou, ik kwam later binnen, dus ik zou nog aan jou willen vragen, kan je in drie regels samenvatten wat de meerwaarde is boven het wollige powerpointje wat ik net in elkaar kan zetten? Ja, oh ja, voor te zien. Wat is het voordeel van de PowerPoint of van een presie boven een oudbollige, ik vind het ook een mooie connotatie, oudbollige PowerPointjes? Ik denk dat het de kracht erin zit, de creativiteit. Laten we, gebruik me niet verkeerd, ik denk met PowerPoint kun je ook een heel eind gaan. Maar je hebt de mogelijkheid om meer creativiteit erin te stoppen, die metafoor-idee. En wat ik ook liet zien, ik ga vanuit een speeltuin ga ik werken. Dat is mijn metafoor die ik over wil brengen. Je kunt makkelijker switchen tussen focus en een totaalbeeld. Dit is mijn model wat ik wil presenteren. Nu ga ik in op dat deel. Bijvoorbeeld dat kunstwerk wat laat zien, die gaat ook met kunstgeschiedenis aan de gang. Nou, dan kun je inzoomen dus op onderdelen ervan. Je bent bezig met bouwkunde, je zet er een complete foto of tekening neer van een gebouw. Je zegt van oké, jongens, we gaan even daar kijken, hier en daar kijken, hier en daar kijken. Die slides van PowerPoint maken dat veel moeilijker. Dat blijft altijd door een sleutelgaatje heen kijken. En hierbij kun je inzoomen, uitzoomen. Dus dat. En ik moet ook zeggen, en ik heb gelukkig zijn is niemand zeeziek geworden, want in die carousel zag je, of die rotonde zag je het een beetje. Je kunt ontzettend gaan draaien met Prezi. Doe dat niet te veel, want mensen worden letterlijk zeeziek hoor. Is dat presenteert. Echt, het gaat niet goed. Dus het heeft ook effect op de attentie. Hè, om de 10 minuten hebben we toch een beetje een dipje erin. En dan, als je een beetje beweging er houdt, dat houdt toch de hersenen wat actiever. En dat is anders dan die volgende slide die weer voorbij komt. En de volgende slide. En zeker als mensen ook, dat vertel ik in het begin ook, de mensen die zo dan tegen de PowerPoint aan zitten te babbelen, want ze moeten alles oplezen wat erop staat. Dodelijk. Dat ligt aan de presentator, ja. Ja. In de tijd schreef ik ook een blogpost over een rector in Amerika die zei, ik verbied mijn docent om PowerPoint te gebruiken. Teaching naked. Ga maar weer een verhaal vertellen. En dat vond ik echt een heel goede instap. Maar met Prezi kreeg ik weer een beetje hoop van, nou, je kunt het best gebruiken. Oké. Okay. Je kunt er een link op zetten. Ja. Je kunt linken naar je presentatie. Ja. Ja. En een andere vraag. Aan de eerstejaars leren wij presenteren. En wat is jouw mening? Moeten we ze nou juist starten met Prezi of moeten we eerst met PowerPoint? Nee, met spreken. Ja. Dat is een goede vraag. Maar ik zou nu zeggen Prezi. Omdat die wat meer creativiteit verlangt ook. En denk van, oké, denk maar eens goed na over welk verhaal wil ik vertellen. In plaats van blijven hangen in bullets. Want he, die neiging heb ik ook, die fase ben ik ook doorheen gegaan. Dat ik inderdaad alles in de PowerPoint zet om mezelf maar een staketsel te geven om aan vast te houden. Van, oh, waar ga ik het nu weer over hebben? Hè? Ik ken de blik wel als iemand de volgende dia en dan kijkt hij even naar, oh, nou moet ik dit vertellen. Ja. Terwijl je eigenlijk moet je een presentatie kunnen geven zonder naar dat scherm te moeten kijken. En wie weet met Prezi dat je iets meer vrijheid creëert van, je weet niet wat er voorbij komt vliegen. Doe je verhaal maar. Maar ondersteun daarmee jouw verhaal met die beelden en die metaforen en de beweging. Dus ik zou nou zeggen, Prezi. Ja, dus ik zou daar niet voor willen schrijven. Ja, precies. Dat,
dat we een borstel kunnen verkopen aan de deur. Dus je moet beginnen zonder presentatie toe. Ja. Ja, dat, daar gaat in eerste instantie alle aandacht naartoe. Dan moeten ze zelf het verhaal houden. Ja. Ik heb hem nu niet gebruikt, maar ik heb een presenter. De mooiste knop erop vind ik dat je scherm op zwart kunt zetten. Dat je gewoon kunt zeggen van hier is de presentatie. En iedereen is daar naartoe aan het kijken en nu kijken jullie naar mij. Klik. Ja. Want dan heb je het weer. Oké, is er belangstelling voor een workshop? Ja. Grotere? Ja. Onderwerpen verder, ja, er zijn wel wat aan bod gekomen. Ik liet ook plaatjes zien erin. Is daar ook vraag naar, van hoe, waar haal je goede afbeeldingen vandaan, video vandaan, zonder dat je daarmee zeg maar illegaal bezig bent? Is dat misschien een leuk onderwerp voor de volgende keer? Want je hebt er ruimte in. En je mag veel in het onderwijs, maar we zijn niet vogelvrij. We mogen niet alles. Nou, dan zou dat de volgende keer kunnen. Oké, bedankt. Dank je wel. Dank je wel.